We zijn hier vandaag bij de KNVB voor de Community Champs Finale Dag. Kom in. Wie ben je en wat ga je vandaag hier allemaal doen? Ja, ik ben Pascal Rooks en ben de presentator van vandaag. We zijn vandaag op het Community Champions Eindevent. Waarin jullie als deelnemers vandaag tegen elkaar gaan opnemen. Volgens mij gaan jullie leuke dingen doen. Thanks, ik geef de microfoon aan Sparta. Allemaal, vandaag zijn we bezig met een workshop uitvoeren. Wat we gaan leren vandaag is respect hebben en zelfvertrouwen. Let's go! Here we go, here we go! Jongens, meisjes, mijn naam is Roy Nijs. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb hier vandaag samen met Olympisch bokser Noeska Fontijn een workshop mogen geven. En het belangrijkste is, wat is de rol van talent? Hoe ga je om met tegenslag? En wat is de rol van motivatie? Motivatie om je lichaam vol in te zetten en vooral mindset. Het is mindset die de beslissingen maakt. 3, 2, 1. En wat wilt u geven aan de jeugd? Dat iedereen een talent heeft die hij of zij kan ontdekken. Maar hard werken is het belangrijkste en een talent dat is een mooie bijkomstigheid. Ik zal dat mij geven aan RKC Waalwijk. Wij spelen hier vandaag een voetbaltoernooi met gemixte teams met jongeren van allerlei clubs. Ik ben benieuwd wie gaat winnen. Hoe is het toernooi gegaan vandaag? Goed hoor. Ja? Ja. Hoeveel hebben jullie gewonnen en verloren? Alles gewonnen. 3 keer gespeeld, 3 keer gewonnen. Dat doe je heel goed. Beter als ons. Ik geef de microfoon door aan SCM. We hebben net pauze gehad en nu zijn we bezig met Community Champion Games. Wat zijn jullie vandaag hier aan het doen? De jongeren moeten een parcours afleggen. Dan moeten ze een vraag beantwoorden. En degene die de meeste vraag goed beantwoordt, die heeft gewonnen. Bedankt en nu geef ik de microfoon aan Excelsior. De Community Champions Games zijn in volle gang. Ik loop even naar Feyenoord om te kijken wat ze daaraan doen zijn. Wij geven hier dus gewoon een basketbalkliniek en we proberen andere kinderen gewoon aan de beweging te krijgen. Dan mag gewoon 1 vinger sterk omhoog. Dan doe. Je moet zelf omhoog houden. Ik geef nog even de microfoon door aan FC Twente. We gaan zo over naar de prijsuitreiking, maar ik ga nog eerst een paar vragen stellen aan Oakje. Hoe vind je op dit moment hoe de dag gaat? Ik vind het echt fantastisch om te zien dat we hier met z'n allen, met alle jongeren samen zijn. Iedereen heeft 16 weken lang geploeterd om te zijn waar ze nu zijn. Nou ja, en als kerst op de taart gaan we er dadelijk achter komen wie de echte Community Champions zijn, want dan hebben we de prijsuitreiking. De winnaar is RKC Waalwijk. De finale dag van de Community Champions zit erop. We hebben veel nieuwe mensen ontmoet, veel nieuwe vrienden gemaakt. Tot de volgende keer bij de Eredivisie Community Champions.